Hallo allemaal, ik ben Natasja. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik word eind volgende maand 29 jaar. Daar heb ik al eens over verteld. Maar ik dacht, het zou wel ook wel eens fijn zijn om eens een reading voor mezelf te doen voor mijn 29ste levensjaar. En ik heb dan ik heb drie kaartjes voor mezelf getrokken uit drie verschillende orakelsets. Eentje die naar voren kwam was de kaart van letting go. En bij de informatie van deze kaart stond geschreven, ik heb die even opgeschreven voor jullie, dus ik ga die even voorlezen. Niet te veel verwachtingen hebben, alles laten komen zoals het komt, verleden loslaten en oud verdriet loslaten. Dat is inderdaad een thema waar ik al jaren aan het werken ben. Dit thema speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik heb moeite om dingen los te laten. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk als je verder wilt groeien in je spirituele ontwikkeling. Is het natuurlijk belangrijk om dingen te leren loslaten. Dus het is een thema dat nu mijn 29ste levensjaar zich gewoon nog verder gaat zetten natuurlijk. Mijn tweede kaart en daarvoor kwam, het was een mooie drakenkaart. Weer een gouden draak, zoals dat jullie zien. Het is een gouden draak van de zon. En bij de info stond geschreven, deze gouden draak vraagt je om balans in je leven te brengen en naar je innerlijke wijsheid te luisteren. Mannelijke energie in mezelf ontwikkelen en combineren met wijsheid. Zo voel je jezelf veilig en anderen rondom je ook. Vraag elke dag aan de zon om lichtcodes in je derde oog te plaatsen. Ik wil heel graag mijn derde oog openen. Ik wil graag meer helderziend zijn. Maar het lukt mij niet zo goed. En ik vind nu wel dat er een hele mooie tip bij deze info stond geschreven. Dat ik gewoon aan de zon mag vragen om lichtcodes in mijn derde oog te plaatsen. En misschien dat dit ook mij wel meer gaat helpen om uiteindelijk mijn derde oog te kunnen openen. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dat vind ik ook wel hele mooie informatie dat bij deze kaart erbij staat. En een derde kaart die ik trok was de kaart van aartsengel Azrael. Aartsengel Azrael. En hier stond ook nog eens bij geschreven. Uitdagingen, transformatieprocessen, aartsengel Azrael begeleidt mij hierin. Dus eigenlijk is het een hele mooie samenvatting en alles lijkt ook wel echt te kloppen. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar wat het mij allemaal gaat brengen. Ik wou dit graag nog even met jullie delen van wat ik dus mag verwachten op mijn 29ste levensjaar. Naar mijn gevoel klopt deze informatie ook wel echt. Ik ben al een tijdje aan deze processen bezig. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag en heel veel liefs van mij.